Koert, hoe gaat het met je? Ja, gaat in principe wel goed. Of vanavond de verliespartij, gaat het wel prima, moet ik zeggen. Koert Elschot speelde tussen 1995 en 2005 243 wedstrijden voor FC Groningen, waarin hij 4 keer wist te scoren. Jarenlang was hij de vaste rechtsback van de FC, totdat hij in 2005 plotseling besloot om naar NAC te verhuizen. Het lijkt kort geleden, maar Elschot is dus alweer bijna 5 jaar weg bij FC Groningen. Lijkt als de dag van gisteren, maar goed, de tijd blijft niet stilstaan. Hoe kijk je terug op die periode bij Groningen? Ja, het was een fantastische periode. Ik bedoel, ik ben er opgegroeid en leuke dingen meegemaakt natuurlijk. Een enorme band met het publiek en de stad opgebouwd. Ruim 2 minuten later, Elschot op tournee. En die omzeilt Zoetermeer. Het is het eerste competitiedoelpunt dat Elschot ooit heeft gescoord voor FC Groningen. En dat hij er blij mee is, mogen duidelijk zijn. Je ging op een leeg doel af, zo'n metertje 5-6 van de doellijn af. En toen stopte je even. Wat dacht je? Sinterklaas is in aantocht of zo? Nou, ik dacht misschien overtreding of wat dan ook. Ik keek nog even of er een speler achter me liep. Maar dat bleek niet zo te zijn, dus ik kon rustig aandoen. En in een leeg doel, dan kan je hem niet meer missen, zou je zeggen. De keeper heet Van der Kaai en die staat oog in oog met Elschot. En Elschot schiet de strafschop erin. Op een gegeven moment ben je toch wel nieuwsgierig naar wat anders. Dus vandaar dat ik die stap heb gemaakt naar NAC Breda. En hoe is die bevallen? Ja, wel oké. Het is altijd wel goed, denk ik, om je horizon een beetje te verbreden. En ik heb het hier nog steeds naar mijn zin. Ondanks dat ik Groningen natuurlijk nog steeds een fantastische stad en een club vind. Maar goed, ik denk dat het voor mijn ontwikkeling eigenlijk wel goed is geweest om die stap te maken. Kom je nog wel eens in Groningen? Ja, regelmatig. Ja, kijk, mijn kinderen wonen daar natuurlijk nog en mijn familie. Ik keer regelmatig terug naar Groningen. Nou speel je nu bijna 5 seizoenen bij NAC. Komt er nog een 6e seizoen? Ik heb geen idee, dat is nog eigenlijk wat onduidelijk. Ik heb wel een gesprek gehad in de winterstop. Nu is het zo dat ik natuurlijk een geruime periode geblesseerd ben geweest. Dus ja, in de tweede seizoenshelft is het eigenlijk aan mij om te laten zien weer wat ik waard ben. Maar goed, het is een lange weg geweest terug en ik hoop in ieder geval op een goed vervolg. En mocht het hier niet zijn, dan ergens anders.